Op 31 augustus 1941 stortte een brandend Wellington-vliegtuig in Boksbergheide neer, nadat het zijn bommen gedropt had boven Keulen. De bemanning bestond uit 6 vliegeniers, waarvan er 3 omkwamen. Dames en heren, oudstrijders, weerstanders, vertegenwoordigers van vaderlandslievende verenigingen en RAF-verenigingen. Geachte schooldirectie, onderwijs en personeel en leerlingen van de Vrije Basisschool Boksbergheide en de gemeenschapsschool Het Kompas van Genkel. Geachte vaandeldragers. En last but not least, geachte buurtbewoners en Genkenaars. In naam van het Huis Heidekruisje Comité heet ik u allen van harte welkom op deze jaarlijkse plechtigheid. Ze hebben in de school geleerd over de grote oorlogen. Ze hebben geleerd over deze ramp die we hier in Boksbergheide hebben mogen meemaken. En ook de mensen van Kleine Brogel zijn in de klas uitleg gegeven. En ze hebben er per school een gedicht van gemaakt. Ik wil dan ook het organiserend comité echt bedanken. Jullie doen het al jaren sinds 1970. Kinderen brengen bloemen, mannen houden vlaggen vast voor soldaten. Vrede heeft iedereen in zich. Maar het is alleen moeilijk om het te uiten. We zijn zo verschillend, toch brengen we allemaal vrede. Wie vrede geeft, krijgt vrede terug. En samen gaan wij de wereld er kleuren. De piloot. Als een vogel vliegt hij boven de wolken. Alleen in de grote donkere nacht. De piloot is de baas van de lucht. Als vredesmakers vogen voor vrede. Nu zijn ze gestorven en ze liggen als diamanten in hun kist. Maar ze blijven ook altijd in ons hart. Nu zit er glitter op een laan en een mooie regenboog boven een graf. Als de dapperste piloten staan ze bekend met een kleurrijk monument. Vliegtuigen van de basis van Kleine Brogel kwamen hun respect betuigen. Dan werden door enkele hoogwaardigheidsbekleders bloemen neergelegd.
Nadien waren de leerlingen van de twee basisscholen van Boksbergheide aan de beurt om bloemen neer te leggen. Na de plechtigheid ging men nog naar de schalm waar een kop koffie kon gedronken worden.